Welkom bij het Unity TV Nieuws zomereditie van dinsdag 19 augustus. De Dorpskerk in Zoeterwoude wordt vanaf 22 augustus elke vrijdag opengesteld als tijdelijke inloopplek voor ontmoeting, gesprek en bezinning. Dit is een initiatief van de protestantse en katholieke kerken. Aanleiding voor de openstelling is de situatie in de wereld, de vele rampen en conflicten en de vragen die dit bij mensen kan oproepen. Ja, we willen de kerk openstellen van 7 tot 8 voor mensen die zich zorgen maken over wat er op het ogenblik in de wereld gebeurt. De wereld staat bijna in brand, hè, brandhaarden vooral in Irak op het ogenblik. Maar ook het probleem in Israël, tussen Israël en Gaza en de Palestijnen. Oekraïne, al die mensen die op de vlucht zijn. Jezidis, waar we tot nu toe eigenlijk nog nooit van gehoord hadden. En dus de mensen die zich daar zorgen om maken, die machteloosheid voelen. Om die een plek te geven waar ze dat kunnen uiten. De inloopavond is voor gelovigen en ongelovigen en zodoende dus geen kerkdienst. Het is geen dienst. Het is eigenlijk een stiltemoment. Hè. Je kan even, maar je kan ook rustig met elkaar praten erover. En we hebben muziek op de achtergrond. We willen wel even halverwege iets zeggen. Of misschien een gebed, maar misschien een gedicht. Dat er toch iets centraals is, hè, dat je ook iets zegt tegen elkaar. Het initiatief van de kerken om met elkaar in gesprek te gaan over de situatie in de wereld, worden de bewoners van Zoeterwoude positief ontvangen. Er is heel veel informatie, toegang, dus internet, kranten. Dus ik kan me wel voorstellen dat er behoefte is om met elkaar te overleggen. Nou, op zich, waar er gepraat wordt, is er altijd een reden dat mensen bij elkaar komen en samen naar een oplossing zoeken. En dan is dat altijd goed. Mensen moeten daar met elkaar over kunnen praten, ideeën kunnen uitwisselen daarover. Ziet u zichzelf er al zitten? Ja, waarom niet? Ja. Je moet weten wat er in de wereld gebeurt. Je kan er niet langs leven. Want het zijn denk ik juist mensen die daar dus niet langs leven. Die zeggen, ja, het gaat ons ook aan. Het gaat eigenlijk de hele samenleving aan. Hè? De eerste inloopavond is vrijdag om 7 uur in de Dorpskerk. De organisatie hoopt dat de Zoeterwoudenaar de kerk dan ook weet te vinden. Ja, dat hoop ik, ja. En het spreekt mensen toch aan, dat merk je. Je zit er in je eentje mee te worstelen en nou ja, samen is beter dan alleen. En juist in de kerk. Ik vind dit is een prachtige ruimte en die leent zich daar juist voor. Juist. En dan het weer. Vandaag was het zwaar bewolkt met veel buien, met een wind die stevig waaide uit het westen. Het werd niet warmer dan 16 graden. Vanavond blijven de wolken en de buien hangen. De minima daalt dan tot rond de 10 graden. Morgen lijkt het erop dat de buien wegblijven. Wel hangt er nog wat bewolking. De maxima ligt rond de 18 graden. Donderdag zal de zon zich laten zien in de middag. Voor de rest van de week komen de wolken terug en zullen er weer buien zijn met op vrijdag kans op onweer. Tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Woensdagmiddag om 5 uur melden wij ons weer met een nieuwe uitzending. In de tussentijd houden we je op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en via onze website www.unity.nu. Ik wens je nog een mooie dag.